En we hebben nog steeds de man op rug nummer 72, die komt nog steeds bij zich. Tommeke! De prijs is gevallen, dus in Polen in de ronde van Polen. En die was in Londen voor een vangen. Hé? Hallo? Hey! Rit, waar jij? Succes! Ah, 30 toeren. Ah, kijk, meteen naar voren. De man met 118, die gaat er meteen van tussen. Tom Wijkel, het Els. Excellent. De man die mee van voren zit en heel duidelijk de zaken in de gaten houdt. Hè. Je hoort die taler natuurlijk. De zoon van, ja, Elke Brand natuurlijk. Ook een heel bekende renner altijd geweest in dit peloton. Kijk. Oh, jongens, er wordt echt gereden. Er wordt echt gebuffeld hoor. Het is 131 als ik het goed heb. We gaan weer bellen. Die hebben toch zoveel puntjes te vertellen, namelijk voor die groene trui, hè? Want we gaan weer bellen, heb ik begrepen, Joost. Goed zo. En ook deze mensen vinden een aandacht, vinden een applausje. Ook al zitten ze daar niet in die kop, maar ze blijven toch. Ja, deze heeft dus een beetje check. Maar wat is het precies? Onze ronde jongens, de profronde van Tiel. 90 aansluiten jij. Hè? Jij niet aansluiten, hè? De man met 74. Niet aansluiten. Niet aansluiten. Goed zo. Goed zo, en dan hebben we dus hier dat peloton. 3 toeren nog te gaan, man. En dan moet er gebuffeld worden. Dan moet er gereden worden. Van die twee hebben 14 seconden voorsprong. 14 seconden met 31. Die gaat dus de jacht maken. Het probleem. Zojuist lekker. Je gaat er weer naartoe. Chef, ik wil deze tweeën die pakken. Het gaat met 124 en 102, dan moeten we even kijken dadelijk. En dan zie ik daar dus de achtervolging wordt ingezet met 125. En dat is de man die hiervoor in dat peloton jacht. Dat is Flip van Alkmaar. Ja, die hebben we het ook al een paar keer van voren zien rijden. Ah, millimeterwerk. Nou, aanstaande jury, zeg het maar. Ja, die 124 steekt zijn arm omhoog. En daar komt dan de man aan die een derde plek gaat pakken. En dat is Flip van Alkmaar. Die is pas daarvoor dat peloton uit kunnen blijven. En dit zijn achterblijvers. En de aankomstrechter zal het wel weten wie er gewonnen heeft. Hij, die 124, die stak zijn hand omhoog. En dat was Niels. Maar het is de vraag of de aankomstrechter dat ook kan vinden. Ja, zie het wel. 124, Niels Ruffelenburg, die pakt. Zo, eens kijken. Ja, ook een groot coureur zo te zien hoor. Hij ziet er stevig en gemaakt uit daarvoor. Lieve mensen, een heel applaus voor Tom van Niels. En voor Niels.